Een hele goede avond, zonder zorgen. We zijn ondertussen al avond. Ik heb vandaag de hele dag niks gedaan. Ik ben gisteren teruggekomen van Portugal. Ik ben gisteren gaan BMX'en en de combinatie van al dat reizen en heel de tijd in die auto zitten en waarschijnlijk dan onmiddellijk te gaan BMX'en. Plus ik heb ook nog redelijk wat dingen moeten uitladen. Ik voel mijn rug gekraakt. Het was eventjes niet goed. Ik stond op, ik had een beetje pijn. En wat heb ik gedaan? Ik heb mijn smartphone gepakt. Ik ben in mijn bed blijven liggen en ik heb nog allemaal dingen gecheckt. En altijd als ik dat doe, heb ik heel de dag rugpijn. En ik heb ook heel de dag rugpijn gehad. Ik heb vandaag een beetje gaan wandelen. Ik heb mijn nieuwe simkaart van Proximus gefixt. Ik heb zo'n paar dingen geregeld, maar niet echt iets speciaals. En het was heftig, want ik stond hier in het appartement en ik ademde. En ik voelde het. Ik voelde de pijn als ik adem. En dat is niet leuk. Als je ademt en je voelt het tot in je rug, dat is zelf eng. En zoals jullie weten, ik heb een hernia, ik leef mijn rugpijn. It is what it is. Je gaat me er weinig over horen klagen, maar het is er wel. En het is niet voor niks dat ik rechtstaand aan het bureau sta te editen en zoveel oefeningen doe. Dankzij mijn hernia heb ik de motivatie om dit te doen. Maar af en toe, bam, gaat het een keer slecht. Ik heb in al die dagen ook gewoon niks gestretched. Het was ijskoud buiten. Ik had wel ergens in die caravan een matje liggen, maar er waren zoveel spullen. Jullie vragen zich waarschijnlijk af, waar de fuck ben jij? Hebben jullie die ruimte ooit gezien? Ik weet het niet. Ik weet het zelf niet. Maar dit is alleszins de zolder. En er is hier meer. Deze ruimte wou ik al altijd zo als studio inrichten, maar het probleem is, er is geen elektriciteit. Zeg dit. Hier is er elektriciteit, super oldschool. Waarschijnlijk ook niet zo heel veilig. Maar het werkt niet. Gelukkig werkt dat licht wel, maar de elektriciteit werkt niet. Dus ja, wij konden hier gewoon nooit echt een studio van maken. Maar ik heb een fucking ziek idee. Zeg daar, hier is er een luik. Hoppa. Jullie zien het, hier, dit luik. En dit gaat helemaal door naar beneden. Ik ga er nu niet naartoe wandelen, want ik kan hier niet eens naartoe wandelen. Dit gaat helemaal door naar beneden. Hoppa. We gaan verder. Kijk eens aan. Ik heb het al klaargezet. Dit is de wc, zoals jullie kunnen zien. Maar hier is ook zo'n ding. En check dit. Hier is er elektriek. En dit is voor deze boiler. Die ga ik sowieso niet uitzetten. Maar het voordeel is wel, ik kan eigenlijk gewoon daar zo'n opzetstukje zetten naar 2. Dan een verlengkabel naar boven. En ik heb boven elektriek. Hoe sick is dit niet? Hoe sick is dit niet? En ik wil je verzekeren, ik ga dit gewoon doen. Nu denken jullie waarschijnlijk, hoe ga je al deze spullen ooit ergens anders krijgen? Dit kan niet, want dit is de zolder en rommel hoort op zolder. In jullie huis is er niks meer van plek. Laat staan plek voor al deze zooi. Ik ga dat waarschijnlijk in die 2 andere kamertjes moeten proppen. Hoppa. Dit licht werkt niet meer, maar daar heb je ook een kamer. Die is helemaal vol, maar als we alles verder schuiven, kan er nog wat bij. En hier geldt exact hetzelfde. Ja, je kan echt gewoon niks zien. Hier is denk ik wel een licht. Hoppa, check dit. Dit loopt nog helemaal door. Ja, het geeft bijna geen licht, maar het loopt alleszins nog helemaal door. Godverdomme. Er hangen hier overal van die spaarlampen. Dat was ooit populair, maar nu zijn het allemaal ledlampen. Dus als je spaarlampen hebt, als je gelijk welke lamp hebt, ga naar de winkel en vervang het in ledlampen. Het is beter voor het milieu, het komt veel goedkoper uit op lange termijn en het is ook gewoon de toekomst. Gloeilampen of spaarlampen nu nog gebruiken, dat slaat nergens op. Gebruik ledlampen. Sowieso. Ik denk dat ik dat hier gewoon ga opkuisen. Ik ga sowieso rustig aan doen met mijn rug, maar it is what it is. Het belangrijkste is dat ik nu een beetje beweeg, want het komt echt wel door stil te zitten. Joep. Hoppa, ik heb hier net een beetje ruimte vrijgemaakt en dit is echt een wereld van verschil. Ik wist niet dat dit zo diep ging.
En aan de andere kant is dat helemaal hetzelfde. Hier kan er echt veel in. Check dit. Ik kan nog helemaal tot hier wandelen. Nee, dit deed ik vroeger altijd. Ik ging naar de zolder. En ik ging op zo'n knus plekje zitten. En ik ging daar gewoon chillen. Gewoon chillen. Een strip lezen of wat dan ook. Maar ik weet niet. Dat gaf mij een bepaalde rust. En wij hadden zo'n zolder met zo'n deur dat je zo met een stok moet opendrukken. En dan moet je de trap zo oprollen. Maar als je een beetje techniek hebt, een beetje lenig bent en een beetje kan klimmen, dan kan je daar ook op zonder die trap uit te vouwen. Hè? Zo'n vouwtrap. En dan kan je achteraf dat luik dichttrekken en dan zit je daar zonder dat iemand het weet. En dit vond ik altijd zo magisch. Dit vond ik zo magisch. Dit deed ik vaak. En ik weet, als we die zolder open deden, ging onze kat Poesie, die is ondertussen al dood, maar die ging altijd mee. En dit was echt een fantastische kat. Die is 24 jaar geworden en die was even oud als mij. Super vet, echt. Ik heb die heel mijn leven bijgedragen. En door een of andere reden herken ik Poesie, herken ik in Boef Poesie. Klinkt wel grappig, die naam Poesie, maar het is P-O-E. S-I-E. Vroeger waren al die Engelse woorden nog niet echt zo integrated. Maar als je dan nu, als je nu een kat zou nemen en noemt dat Boesie, is het eigenlijk echt wel grappig. Maar voor mij is er niks grappig aan, want ik heb het altijd zo geweten. Maar ik herken alle karakterseigenschappen van Boef ook in Poesie of omgekeerd. En ik geloof er misschien wel in dat dit de ziel is van Boesie. Wie weet, we gaan het nooit weten, alleszins. Hoppa, ik ga nu hier alles een beetje op orde zetten. Let's go. Hoppa, de ruimte is leeg. Damn. Check dit. Veel meer ruimte dan dat het leek. Het is en blijft wel natuurlijk een heel gezellig kot. Als ik hier dan zit, moet ik natuurlijk nog een lampje op mezelf hebben. Hoppa. Misschien dat ik hier nog mijn bureau zet, mijn rechtsstandbureau, of hier. Dat was toch altijd mijn plan om het hier te zetten. Dit gaat niet door. Het is hier wel redelijk stofferen, dus ik ga hier ook nog een keer stofzuigen. Maar dit gaat niet door, want dit zijn kasten. Ik had dat nog nooit gezien, er stonden hier allemaal dingen voor. En die kasten zijn ook nog vol. Het grappige is, waar dat ik alle rommel heb gezet, is het ook ruimer geworden. Want dat was echt heel slecht ingedeeld. Check dit. Dit lijkt gewoon ruimer. Alles stond normaal hier zo helemaal opgestapeld, dat was niet zo nice. Dit is nog altijd hetzelfde. Dit zit gewoon helemaal vol. Hoppa. Voilà. En dit zijn de vliegenramen voor beneden. Ondertussen. In de andere kamer hiernaast. Ik heb ook ontdekt dat dit kasten zijn. Ik had dat nog nooit gezien. Je kunt het echt al bijna niet zien. What the hell. Dit zijn gewoon kasten. Dit kan open. Wauw. Nice. Dus ik heb ook redelijk wat shit hierin gestopt, maar niet zoveel. Het meeste staat gewoon hier. En check, ik heb het allemaal mooi gerangschikt. Ik weet niet waar dat alles staat. Goed, we hebben terug een beetje overzicht. Oeh, yes. Ik kom net van beneden. Het is echt de perfecte timing. Ik heb super lekker eten besteld. Voor de mensen die van knokken zijn, jullie kunnen ongetwijfeld de My Way. De My Way is zo'n restaurant en als je gaat feesten, kan je daar zelf nog 's nachts gaan eten. Maar het is een echt restaurant. Je kan ribbetjes eten. Het is eigenlijk een grillhouse. En dit is de shit, maar die leveren ook. Dus ja, ik heb ribbetjes besteld. Ik dacht op donderdagavond is het daar à volonté. En wij gingen daar vroeger naartoe, super stoned en gingen echt super veel van die ribben eten. Dat was insane. Goeie tijd. Papa, kijk eens aan. Lekkere ribbetjes. Oeh. Dan heb ik hier nog salade. En saus. Dat ziet er altijd zo wack uit. In zo'n bakje. Ik ben benieuwd
hoeveel dat dit effectief is. Chill. Portie groentjes. Ribbetje. En frietjes. Oh, dat gaat smaken, man. Dat gaat echt smaken. Morgen is Shirley trouwens terug. Ze had nog één afspraak in Haarlem. En ja, we zijn vandaag naartoe. Eet smakelijk als jullie ook iets gaan eten of aan het eten zijn. Ik ga eten, ik ga een filmpje kijken. Ik ga eventjes lekker chill. Oké, yes. Ik heb echt super lekker gegeten. Check dit. What? Alles is op. Jullie zien het. Twee lagen ribben, behalve de frietjes. Die zijn niet op, maar die waren opeens koud. Dus ja. Frietjes bestellen is nooit goed. Dat is altijd kut. Altijd. Als je naar de McDonald's gaat, je komt thuis en je eten is al koud. Die frieten koelen zo rap af. Wat is de techniek? Toedoen, eigenlijk een beetje open laten. Dat zou de techniek moeten zijn. Dat niet condenseert of zo, maar op de gaspedaal doen. Is waarschijnlijk ook de techniek. Maar wanneer je de tafel hebt gelegd, je saus erbij gehaald, dan is het meestal al koud. Dus ja, frietjes is echt veel beter om gewoon op straat op te eten of in het frietkot zelf. Ik heb de podcast gezien van Acid op Gossip Guy. Ga die zeker checken, want het is wel inspirerend. Nathan is een inspirerende dude. Hij is heel veel geraakt met YouTube. De squad van België uit hem is ook gewoon weg. Dus eigenlijk is hij zo alleen overgebleven. En iedereen weet dat hij fucking hard gaat. En zijn beeld is zo veranderd de laatste 2 jaar voor heel veel mensen. En dat is ook wel cool. Dus heel die transformatie zit erin. Het is een hele, hele coole podcast. Ondanks dat Nathan een fucking campagne heeft gedaan om mondmaskers te dragen op het skatepark in Gent. Voor de overheid. Terwijl dat Nathan zegt, ik doe alleen maar harde campagnes. Vind ik hem nog altijd hard. Weet je wel? Ondanks dit. Want dit is echt... Oeh, dit is insane. Weet je wel? Iedereen van de influencers heeft coronacampagnes gekregen. Iedereen. Nathan en Samuel hebben een fucking campagne geaccepteerd om op het skatepark van Gent te gaan zeggen dat je beter een mondmasker draagt. Na het skate, met vuile handen, noem maar op. Die mensen hebben niet eens een keer samen gezeten met een specialist of met iemand, wat dan ook. Die hebben geen research gedaan, niks mandalen. Die hebben gewoon fake info verspreid. Want in de buitenlucht, een mondmasker dragen... Dat slaat nergens op. Dat is nu al helemaal achter de rug. Maar mensen zitten nog altijd met dat illusie en het veiligheidsgevoel. Goed, hier gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over de podcast. De podcast was super goed. Ga hem zeker checken. Ik heb er volle bak van genoten. En ik heb hier nu iets. Dit is te zot. Ik heb daar onlangs nog maar kennis mee gemaakt. Het is gewoon te zot. Oh, de live is afgelopen. Oh, shit. Ik toon eventjes een beeld van de livestream, want Jamila Baidu was hier net live. En voor de mensen die Jamila Baidu niet kennen, zij is bekend geworden op Facebook door covernummers te zingen. Ik heb me daar ik heb haar ontmoet op ByteDance. We zaten in hetzelfde hotel, ze is fucking chill, super rechtuit. Ik hou van mensen die rechtuit zijn. Mensen hoeven niet vriendelijk te zijn, mensen hoeven gewoon eerlijk te zijn. Ik hou daarvan. En gelijk op welke manier. Goed, hè? Een super down-to-earth, stevige chick, grote mond, wauw, hè? Ze is gewoon hard. Maar dit is geschift. Oh, ze is nu terug live. Oh nee, de live is afgelopen. 9,8k kijkers. Het komt erop neer dat ze zo op TikTok naast elkaar zitten, op een scherm, hè? Dus ga live met iemand, en dan ga je vragen om te doneren. En dan hebben mensen 2 minuten tijd voor zoveel mogelijk te doneren. Maar dat zijn geen rechtstreekse donaties. Dat zijn hartjes of flamingo's of raketten dat je kan kopen. En je kunt zo... En dat kost dan geld. Hè? En uiteindelijk... Dat is waarschijnlijk de psychologische trick. Dat het niet echt lijkt op een donatie. Maar dat het gewoon is... Oh, dank je voor het hartje. Dank je voor de dolfijn. Dank je voor de cornetto. Hè? Dat is fucking zotte shit. TikTok is echt een toxic app. Weet je wel? Dat komt van China. Ze zijn daar communistisch. Ze zijn daar helemaal fucked up aan het gaan. Hè? Trouwens...
Heel het COVID-verhaal komt ook uit China. En alles uit China is crap. Dus zeg maar zeker dat het ook crap is. Maar goed. Wat ging ik zeggen? Dit is his heft. En ik zag aan Jamila dat ze fucking in een week tijd 7500 euro heeft gemaakt. Ik zit met een Patreon community dat mij nog geen 100 euro per maand oplevert. Dat mogen jullie weten. Ik zit met een lid worden op YouTube community dat nog geen 100 euro per maand oplevert. Ik zou het echt fantastisch vinden. Moesten er 500 man bij komen en een paar euro per maand doneren. That's it. That's it. Ik vind dat altijd al een goed systeem. Want iedereen kan daar missen. Niemand wordt getriggerd. Het is één bedrag per maand dat hij beslist. Kunnen het missen. Iedereen kan het missen. Een euro kan iedereen missen. Je moet natuurlijk een visa kaart, dit en dat. Veel mensen durven dat niet. Veel mensen kunnen het niet, omdat ze niet mogen van hun ouders. Versta ik volledig. Het hoeft ook niet. Mijn video's blijven altijd gratis. Zo gelijk dat ik zeg. Ik ga nooit op een livestream zeggen, doneer alsjeblieft, doneer alsjeblieft. Dat ga je mij niet horen zeggen. Maar als een concept gewoon goed is, sta ik er wel achter. En het concept van Patreon is gewoon goed. Want dat is de reden dat er heel veel YouTubers nog altijd onafhankelijk kunnen zijn. Of entertainers, of wat dan ook. Of mensen dan 4 video's per maand maken, per jaar maken, die zijn er ook. En die hebben gewoon een Patreon community, omdat hun video's zijn 2 maanden werk en dit en dat. En dat levert niet op. Ook al heeft dat 2 miljoen views, dat is 3.000-4.000 euro dat je dan krijgt. Ja, een paar keer per jaar. En die video alleen kost misschien 5.000 of 10.000 euro om te maken. Dat weet je niet. Maar die mensen, die worden dan niet opeens weggekegeld omdat de advertising niet meer zo succesvol is. Dus dan ben je daar niet meer van afhankelijk. Sommige mensen schakelen gewoon hun ads uit. En die hebben gewoon een dikke Patreon community. Stel je voor dat ik een paar duizend euro op Patreon zou verdienen. Ik zou de ads uitzetten. Het enige nadeel is dan dat YouTube misschien jouw video's niet meer gaat recommenden, omdat ze zelf geen geld verdienen met jouw video's. Want op elke video staan er ads. Die ads gaan 50-50. Geld voor de creator, geld voor YouTube. Dus YouTube verdient geld met ads. Dus op een kanaal waar dan ads goed worden bekeken, zou ik ervan moeten uitgaan dat kanaal gepusht wordt door het algoritme. Het algoritme is tegenwoordig super slim. De computers zijn trouwens tegenwoordig slimmer dan ons. Maar ik vind dat iets heel zot, dit live gedoe. En ik merk ook dat ze daar volledig op stort. En dat zegt ook veel over jezelf, weet je wel. Dat zegt over jezelf dat je niet echt 100% gepassioneerd bent door video's maken. Ik zag dat er zo'n dude, de Prins van Hasselt, het ook deed. Ook zo'n guy met blauw haar. Die Prins van Hasselt zag ook helemaal raar uit. Moest je zo gebotoxed, geblondeerd tevoorschijn komen een paar jaar geleden. Ik zou denken dat je gewoon een acteur bent of zo voor Ken van Barbie te gaan spelen of wat dan ook. Ik zou je gewoon bekijken als een soort pop. Het is heel raar hoe dan de mensen zijn geëvolueerd. Hoe dat meisjes gewoon hun wenkbrauwen zo helemaal perfect doen. Dit is niet mooier. Een meisje dat haar zelf is, dat een passie heeft, dat draagt wat ze wil, dat echt een ding aan het doen is. Dit is mooi. Tegenwoordig ben je alleen maar mooi als je tot in de puntjes bent afgewerkt en dan nog onzeker naar buiten komt. Fuck die shit. Check naar mijn vriendin Shirley, die sminkt er niet eens. Ze ziet er altijd goed uit. Dit is naturelle schoonheid, daar is iedereen mee geboren. Maar het probleem is, door crèmetjes op je te smeren, wordt je huid slecht. Door je haar te kleuren, wordt je haar slecht. En je naturelle ogen, je naturelle haarkleur, alles is zo voorzien dat het perfect is. Maar eigenlijk is het niet perfect, het is imperfect. Maar imperfectie is de echte perfectie. Ik vind dat heel leuk om hierover te praten, omdat het misschien wel ingewikkeld is. Maar wees blij met wie dat je bent. Als je naar een bos gaat, dan zie je er allemaal bomen. Je gaat niet zeggen, een lelijke boom, mooie boom, lelijke boom, mooie boom. Nee, dat bos is gewoon mooi. Als ik met mijn maat aan het chillen ben, met de BMX erbij en alles, pasta box kunnen eten of wat dan ook. Als je dan zo'n beetje verder is en je bekijkt dat is gewoon mooi. Dat is een heel mooi beeld. Schoonheid is overal. Diep van binnen in jou ook. Een mooi gebaar is fantastisch. Er is niks aantrekkelijker dan iemand die heel veel liefde uitstraalt. En liefde is gratis. De leukste dingen in het leven zijn gratis.
Maar dit is echt iets heel speciaals, dat TikTok-gedoe. Dit is iets heel speciaals. En ik zou er gewoon ook nog op gaan, omdat het gewoon easy money is. Maar nee. Nee, ik zou nooit zo... lopen zagen of zo voor geld. Wat ik misschien wel zou doen, is met de GoPro BMX. Maar... dat is nog altijd niet gelukt. Jullie weten dat ik dat al een keer heb geprobeerd. Als je mijn vorige video's hebt gecheckt, zo livestreamen op de GoPro. En dat werkt gewoon niet. Dus dat is fucking jammer. Dat dit nog niet helemaal on point is. En het schijnt dat de GoPro 10 het wel kunnen. Maar dat zit momenteel niet in ons budget. Er zijn andere prioriteiten dan een nieuwe GoPro. In ieder geval mensen, ik denk dat ik hier de video ga afsluiten. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Als je geen lid bent op Patreon, je kunt het altijd doen. Het moet niet, maar het mag. En het gaat jou niet ruïneren of wat dan ook. Je krijgt ook iets in de plaats. Het is gewoon chill. En je kunt ook lid worden op YouTube. Maar ik post gewoon de dingen op beide kanalen hetzelfde. Dus het maakt helemaal niet uit waar dat je zit. Sommige mensen vinden het chiller op YouTube zelf. Sommige mensen op Patreon. Sommige mensen vertrouwen Patreon niet. YouTube wel. En omgekeerd ook. Maar sommige mensen die hebben een Patreon. En die steunen nog meerdere Patreon accounts. Dat is gewoon hoe dat het werkt. Henk Rijkaard. Die werkt ook met Patreon. Die heeft natuurlijk een veel ouder publiek. Dus bij hem werkt het veel beter dan bij mij. In ieder geval mensen, bijvoorbeeld Shai, YouTuber Shai of de homie Refgas. De homie Refgas, als jullie die YouTube-video's kijken. Die mannen leven van Patreon. Die mannen krijgen geen ads of wat dan ook. Die mannen worden gezocht. Die worden gezocht door de politie. Voor de mensen die Shai en Refgas niet kennen. Refgas is een dude van België, een maat van mij. Shai, die is een van de grootste urbex-youtuber. En die mannen gaan ook treinsurfen. Al die dingen doen ze treinsurfen, op gebouwen klimmen, urbex. Ze gaan heel extreem. En ze zijn helemaal loco. Loco. Dus ja. Ik ga sowieso ooit Gifgas wel een keer uitnodigen. Sowieso. En dan gaan we een podcastje met hem doen. Ik denk echt dat dat iets unieks zou zijn in de Belgische YouTube-wereld. Want ik weet dat bijna niemand kent. En ik weet dat Govert ook en probeert te bereiken. En noem maar op. Maar ja, die mannen willen echt helemaal geblurd zijn. Zo weinig mogelijk contact. Een sterren vervormd. Al die dingen. Yes, ik ga jullie de boel afsluiten. En ik ga nog een douche nemen en lekker gaan slapen. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. De nieuwe studio is ready. Het is echt nog een voorlopige setup. Oh shit. Het is echt nog een voorlopige setup. Maar ik ben er echt blij mee. Ik vraag me af als ik mijn iMac hier ga zetten. En dit heb ik echt gemist, mensen. Dit heb ik zo hard gemist. Zo'n plek waar ik mijn camera kan zetten. Hoppa. Waar dat ik weet dat niemand hier ergens in de buurt kan binnenkomen. Niemand gaat mij hier ooit ook storen. Ik ga terug. Ik kom binnen met boodschappen, met wat dan ook. Holy shit, mensen. Ik heb dit gemist. En dat was iets waar ik echt heel veel moeite mee had. Heel veel moeite. Op een gegeven moment de vlogs. Het lukte niet meer altijd. En ik wou het probleem gewoon zoeken. En het komt er gewoon op neer. Als ik altijd iemand in mijn omgeving heb. In dat geval Shirley. Dat ligt niet aan haar ofzo. Dat ligt aan mezelf. Dat is een probleem dat ik creëer. Maar ik creëer het probleem wel in mijn hoofd. En ik wil wel... ik wil het graag doen. En ik vind het niet leuk om een video op te nemen als er daar iemand zit. Of als er, in een hand, of als er echt één deur verder iemand zit, dat elk moment kan binnenkomen om een luier te doen. Gewoon. Dit vind ik niet leuk. Ik vind dit gewoon niet leuk. En ik maak video's omdat ik het heel leuk vind. Heel leuk. Ik ben de enigste YouTuber van heel de Benelux dat geen kloten verdient. En... of ja, ik ga het anders zeggen. Ik ben de enigste YouTuber van heel Benelux dat dagelijks upload. Oké, de laatste tijd was het niet duidelijk. Maar ik heb fucking lang dagelijks upload. Voor een halftijds loontje misschien. Zo'n onzeker halftijds loontje zo. Hè?
Moet je een keer nagaan. Dat doet niemand. En het is heel veel werk. Dus ja, ik doe dat gewoon omdat ik er echt van hou. En mijn droom is om YouTuber te worden. Dat ben ik ook. Ik ben er fucking trots op. Maar om echt helemaal super succesvol te worden. Ook niet zo Enzo Knol stijl. Ik wil nog altijd zo'n beetje vrijheid. Maar echt gewoon dat ik mijn eigen ding kan doen. Zonder te veel zorgen. Als ik nu die camera laat van, ik ga met mijn gsm op een film. Ik wil gewoon direct een nieuwe camera gaan kopen. Ik wil dit echt gewoon helemaal on point. En ik ga daar altijd voor blijven strijden. Dus dit komt helemaal in orde. Als je voor iets gaat, dan komt het helemaal goed. En ik ben zo blij dat ik die plek terug heb. Ik denk dat ik nu gewoon terug dagelijks kan vloggen. Ook al ga ik binnenkort een job doen. Ik denk dat ik gewoon dagelijks ga kunnen job. Misschien dat ik wel een editor ga moeten inschakelen of wat dan ook. Maar dat maakt mij niet uit. Ik wil doen wat ik graag doe. En ik hou echt van video's maken. Dus als jullie een echte YouTuber willen steunen, koop iets op mijn website. Ga op Patreon en steun me. Doe desnoods Patreon en YouTube. Dan ben je 2 euro per maand kwijt. En steun je mij. Als er 500 man dat doen, kan ik een nieuwe GoPro kopen. Kan ik een camera updaten. Kunnen we een keer wat meer geld steken in een video. Kunnen we ook gewoon leukere dingen doen. En dat zijn allemaal dingen waar wij iets aan hebben. Dat is een win-win. In ieder geval mensen, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Bedanken voor de support. Jullie zijn geweldig. Peace out. Tot morgen bij een nieuwe video. Ciao. Yo.